jou de hele week nog niet gezien. Oh Jantien, oh Jantien. En je kan nu toch wel nagaan hoe ik mij nu voel misschien. Oh Jantien, oh Jantien. Ach, mijn hart gaat zulke keer en ik eet ook haast niet meer. Oh Jantien, oh Jantien. Laat ons nou gauw je witnesje weer zien. De vorige week was zij nog present en iedereen was blij. Met haar in de buurt had een saaie dag, zeker een zo snel voorbij. Maar gistermiddag om 2:15, toen kwam ineens de chef. Hij vroeg iedereen, waar is er toch heen? Ik kwam tot het besef. Oh Jantien, oh Jantien. We hebben jou de hele week nog niet gezien. Oh Jantien, oh Jantien. En je kan nu toch wel naar gaan hoe ik mij nu voel misschien. Oh Jantien, oh Jantien. Ach, mijn hart gaat zo tekeer en ik eet ook haast niet meer. Oh Jantien, oh Jantien. Laat ons nog gauw je wippersje weer zien. Een dag of tien terug, zo rond 9:00, liep zij nog door de gang. Van iedere man kreeg zij toen spontaan een dikke pakket op haar wang. Want zij is de trots van hoog en van laag, de trots van de hele zaak. Maar nu vragen wij vol spanning ons af, is dit wel in de haak? Oh Jantien, oh Jantien. We hebben jou de hele week nog niet gezien. Oh Jantien, oh Jantien. En je kan nu toch wel nagaan hoe ik mij nu voel misschien. Oh Jantien, oh Jantien. Ach, mijn hart gaat zo tekeer en ik eet ook haast niet meer. Oh Jantien, oh Jantien. Laat ons nog gauw je wippersje weer zien. De afdeling vindt er een jovele meid, zo sexy en charmant. Een afspraak met ons, daar zij resoluut, die wijst zij zomaar van de hand. Ruim 19 jaar, een donkerblond haar, dat is zij op en top. Maar nu zitten wij...